gasten, welkom bij deze spannende interland van vandaag, zoals Juri Mulder dat zou zeggen. Vandaag is het Amerika tegen Nederland. En vandaag, ja, vorige keer verloor ik van België, dat doet me nog altijd pijn dus. 1-0! Wat is dit nou? Wat? Ik zit mijn intro te doen, jongens. Nou ja, welkom dus bij een nieuwe video. Je snapt het idee. Ik ben Nederland. Ik speel tegen Amerika. De scheidsrechter. Binnen de. Wat is dit alweer een geblesseerde nu? Gaat die mooi voorbij? Ja, waarom Amerika als tegenstander? Simpel, ik hou van Amerika. Ja, en nu? Ik zat te twijfelen, Amerika of Japan. En het is 1-1. Het is 1-1. Nou, hierom dus Amerika. Amerika is ook niet achterlijk. Heb je nog een beetje een tegenstander aan? Doe maar! Ik heb de fucking herhaling niet te zien. Doe het dan, schiet hem dan, wat doe je nou? Dit is Sneijder. He, daar wou ik hem hebben. Voorzet geeft kans. Hoppa, 2-1! Binnen 10 minuten is het 2-1. Dit belooft weer een rijke, rijke wedstrijd worden aan doelpunten. Oké, oh! Wow, wow, wow. Die was heel sneaky. Beasley aan de bal. Wow, zag je hoe die duurt flikker over mij heen. Bro, nu schiet hem dan door! Ik zit op die K-knop te drukken voor die steekpaas. Maar die steekpaas die krijgen wij maar niet hoor. Deze kans mogen de Verenigde Staten niet laten liggen. Dit soort kansen. Hij lost het op met een tackle. Lens. Ah, come on! Nee! Oh, wat een fuck! Het was echt een open goal gewoon. Kijk dan wat een ramp dat was, zeg. Ja! Ja, hier gaan we. Dit is een moment. Boom! Miss, motherfucker! Volgens mij had ik hem voor moeten geven. Hè? Ja. Het is stom wat ik daar deed. Oh jee. Oh, 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 calm down, people. We gaan niet zomaar verliezen. Ja, kijk, kijk, kijk. Boom! Dat was bijna nummertje 2 vandaag voor deze speler. Ja, hij is er al eentje in liggen. Jammer. Trouwens, Amerika die is verkleed als Waar is Wally. Zie je dat, dat rood-witte? Waar is Wally? Hey, iedereen is Wally vandaag. Oh! Wow! Boom! Nee. Eens kijken. Ik bijna de eerste helft voorbij en ik probeer nog maar wat. Maar het zit er niet echt. 3-1 voel ik niet aankomen in deze eerste helft, laat ik het zo zeggen. Voor het doel. De eerste helft is gespeeld. Wat was dat voor paas? Eens kijken wat ons de tweede helft gaat brengen straks. Oké. Het is een duidelijk. Ik zit de hele tijd via de zijkant probeer ik die bal voor te geven. Heeft me 2 doelpunten opgeleverd, alleen ik hoef wat meer via het centrum, denk ik. Wij gaan daarvoor in de tweede helft. Het is heerlijk voetballen met zo'n man in je team. Ja! Zit er weer. Ja. Hier, hoppakee. Oh, het scheelt het weinig. Het scheelt het weinig. Eigenlijk niet, het scheelde heel veel. Maar het maakt niet uit. Zolang niemand het weet, maakt het ook niet uit. Oh, oh, oeh. Oeh. Had die bal weg, had die bal weg. Mede, mede, code rood, code rood, code rood, code rood. Het spel gaat door, hij kan voorzetten. Ja, en nu? Had die bal weg, had die bal weg. Ze zijn nog steeds op zijn. Snijdertje. Ja, en nu? Nu doen. Oh! Kut! Die bal werd aangeraakt, dan is toch geen buitenspel meer? Oh, 4 man! Hier 5 man buitenspel, ja. Laat maar, 5 man buitenspel, ik ga er niet eens over praten. Messi. 5 man. De scheidsrechter fluit voor een overtreding, hij heeft eerder. Wat? Wat? Ik ben benieuwd. Wat heb ik gedaan? De scheidsrechter ook daar. Ja, ook zo'n overtreding, dat doe je toch ook niet? Oh, waarom deed ik dat? Oh, klein foutje. Oh, wat erg. Nou, dat is de spits. Hij lijkt een doelpunt in de rug te halen voor
Ja, nee, die blijft ook in de lucht hangen. Die komt niet naar beneden, dat doelpunt. Oh, wat spannend. Wat een sensatie, mensen. Hij neemt de bal schitterend aan. Nee, rennen! Rennen! Rennen voor alles wat je waar bent en schieten! Ja, rennen! Ja, dan! Oh, wat was dat? Wat was dat? Alleen op de keeper. Wat was dat? Wat was dat? Dit is. Auw! Holy fuck! Voor open goal schiet Robben over! Ja, ik eigenlijk, als Robben zijnde, maar. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Oh! Oh! Wat was dat? Ik kan me geen moment indenken dat ik dat ooit gezien heb. Dat iemand die bal er zo overheen rost als dat ik er net is. Oh, wat erg. Oh, leuk. Ik ben hier doorgebroken. Oh, wow, dat deed ze heel snel. Naar voren die bal. En jij moet ervoor rennen, vriend. Het scheelt ook zo bizar weinig de hele tijd. Het scheelt echt niks. Het doel gaat niet voor eigen succes. Rennen is nee. Robben. Oh, hoeveel kansen moeten wij nog gaan zien voordat er iets gebeurt? Hoeveel? Deze wedstrijd. Dat hij de bal niet verliest. Let op hè, gewoon hup, voor het goal en daar, dames en heren, presenteer ik u de 3-1. Nee! Ah, kom op! Oh ja, Van Persie is er niet. Dat verklaart een hoop waarom die bal zo kut ging. Johnson. Ja, en nu? Daar gaat hij. Weg die bal, alsjeblieft! 2-1, ik teken ervoor. Oh. Ondanks dat ze met minder spelers op het veld stonden, zijn ze toch ingeslaagd deze ja. Weer. Wat een wedstrijd. Oh mijn god. Oh mensen, heel erg bedankt voor het kijken naar deze hele brutale, bizarre, grote, vage wedstrijd. Waarbij ik hem voor open goal misschoot. Oh, en Van Persie met rood eraf. Bedankt voor het kijken, hopelijk vond je deze video leuk. Geef vooral een groen duimpje, ik vind het heel cool om te zien dat heel veel mensen de video's van FIFA heel leuk vinden. Ik ga nu gewoon lekker door met FIFA. Ik ben er binnenkort weer met een nieuwe FIFA video. Dus tot snel, later!